museum de Stratenmakerstoren, met dit gebouw. Ja, met het gebouw waar we hier achter. Je kunt hier zien waar het waar straks moet gaan komen. Nou, het concept is dus heel bijzonder, omdat wij daar met deze partijen gezamenlijk een natuur- en cultuurhistorisch centrum gaan opzetten. En het is de bedoeling dat we daar de ontstaansgeschiedenis van Nijmegen gaan laten zien aan de hand van de rivier De Waal. Dat het niet toevallig is dat de stad Nijmegen zich op deze locatie heeft gevestigd. En ook over de rijke geologische historie van het landschap en de cultuur die volgend was op die geologische geschiedenis. Dat kun je straks vanaf 2016 allemaal in dat museum zien. Ik had het net over kinderen inderdaad, kinderen en natuur. In hoeverre kinderen komen toch steeds minder in de natuur.